Hey mensen, je kijkt naar Spooky 1611 en we hebben vorige keer de 1750 likes gehaald. Gaan we dat weer halen? Snel weer een nieuwe aflevering. Welkom bij een nieuwe FIFA aflevering. Dit is het team waar we tegen spelen met Costa, Sturridge, Touré en Leroy Fair. En natuurlijk veel meer andere spelers. Dit is onze eerste wedstrijd. We zitten nog steeds in divisie 2. En Diego Costa vanaf de aftrap met een amazing run. En misschien zie je wat haperingen. Want deze wedstrijd had nogal wat lag. En ja, die lag spikes, daar moest ik even heel erg aan wennen. Zoals je ziet, Diego Costa kwam er bijna in één keer doorheen. Maar ik kon er ook vaak genoeg doorheen. Misschien zag je het aan het begin van dit filmpje, maar ik speel met Cahill naast Koscielny dit keer in de verdediging. Ik kreeg ook genoeg kansen, net zoals hij net met Costa. Hier is Uche, alleen net die keeper die hem daar redt. Helaas, helaas, helaas. Maar wat ik echt heel awesome vind, en hier zie je dat er wat ik een stuk meer ga gebruiken, is de kopanimatie als hij zich gaat lanceren. Want dat kan Martins heel goed. Die kan heel hoog jumpen. Koppen wat minder en die maakt meteen de 1-0 ervan. Oh, wat geweldig daar van Emenieke. Wat een dribbel. Hij schiet hem in de korte hoek, maar de keeper weet hem net te houden. De snelheid is real on this team. Emenieke komt er natuurlijk heel vaak doorheen. En hij is natuurlijk super sterk met zijn body balance. Dus ja, dan kan je daar alleen met zijn verkeerde voet schiet hij hem er net naast. Leuk feitje is dat Emenieke en Doumbia beide op de topscorerlijst staan. Emenieke staat op nummer 1 en Doumbia op nummer 2. Emenieke die loopt volgens mij met 0,8 wedstrijd per goal. Dat is echt sick natuurlijk. Hier ben ik volley. Alleen ja, iedereen die gaat er voorbij. Ik krijg echt genoeg kansen deze wedstrijd. Alleen ik ben een beetje niet helemaal effectief. Een beetje niet helemaal. Helemaal geweldig, Sander. Het ziet er in ieder geval goed uit. 1-0 in de eerste helft. Ik al 6 schoten, hij maar 2 schoten. Hij heeft wel meer balbezit, maar ja, ik heb geen balbezit nodig. Ik moet gewoon gaan rennen. En het is natuurlijk een road to Division 1, hè. Divisie 1 ligt in het vizier. Hier is Doumbia dan, want in de tweede helft komt Doumbia de laatste tijd. Omdat anders hebben we niet de full chemistry en nu werkt dat wel heel goed. Emenieke, Emenieke, Emenieke. Ja joh, Emenieke die is zo sterk. Die bal die rolt een beetje raar. Helaas redt de keeper hem daar weer. Weer een kansje verneukt. Hier nog Sturridge. En Sturridge kan hem schieten, maar die gaat net naast. Geen gelijkmaker en dat zou een hele belangrijke zijn. Want nu is het tijd. Tijd voor Doumbia. En Doumbia blijft rennen, rennen, rennen. En hoppakee, hij gaat erin. Zo easy kan het zijn. Doumbia is weer bezig hoor. Hier is Doumbia naar Emenieke. Emenieke met een balletje naar Martins. En Martins speelt ook een geweldige wedstrijd. Martins die houdt hem binnen. Heel mooi geaccelereerd. De langs in een korte hoek. Alleen hij raakt geblesseerd tijdens de schot. Maar dan is dat toch Emenieke. En die maakt alweer de 3-0. En zo kan het dan heel snel gaan. Want 10 minuten later was hier Martins. Alleen hij wordt weggekopt. Je ziet die lag spikes. Hier is Doumbia. Doumbia met een voorzetje. En dan is daar Emenieke. Die kopt hem er heel rustig in. Goed het overzicht bewaard. En een mooie goal. Maar dan is het eigenlijk nog niet klaar. Want in de 89e minuut zet ik mijn nieuwe spelers erin. Igboanike. Nog een Nigeriaan. Supersnel. En dan een Rus. Genaamd Tsiyuba. En die is 2 meter. Langer dan 2 meter. En die kan koppen zoals je ziet. Tsiyuba. Wat een kopbal. Ja, easy natuurlijk. Maar het is nog niet klaar. Hier een koppel van Sturridge keihard tegen die kill. Zijn face die flikkert daar achteruit. En Joe Hart kan hem daar niet redden. Een beetje een lame goal. Ja, maar wel goed ingekopt. 5-1 wordt het. Good on paper. Maar niet good on the pitch was hij. Dan gaan we tegen dit team. En dit team is echt epic. Ja, we hebben veel betere teams gehad tegenover ons. Maar dit team vind ik beter. Want dan weet je gewoon bij zo'n formatie met zulke spelers... dat vaak de speler zelf wat beter is. En dat is dus ook zo, want meteen de eerste kans is van hem. En hij paast lekker, hij paast goed, goed teamwork. Mensen met zulke spelers vind ik beter. Vaak kom je tegen mensen, misschien kennen jullie het, die hebben echt awesome teams... met Messi, Ronaldo, Ribéry. Zoals de vorige wedstrijd of het vorige potje had iemand Ribéry en al dat soort spelers. En die verliezen dan keihard of die verliezen gewoon. En spelers met gewoon een gemiddeld team die ze een beetje zelf hebben gecreëerd en zo. Echt hun paradepaardje. Die vind ik altijd veel beter. Je ziet ook dat hij veel kansen krijgt, maar eigenlijk gaat het een beetje gelijk op. Hier probeer ik met Uche over de keeper heen. Alleen ja, Uche heel onaccuraat. Dat is wel jammer. We krijgen beide een beetje soortgelijke kansen. Alleen deze die staat echt wel zo. Mannetje deze tegenstander. Probeer hier met Emenieke er nog langs. Lukt alleen ja dan schiet ik hem echt heel zacht.
Hij gaat net niet door de poortje van de keeper. Wil ook nog wel eens gebeuren met de keepers van deze FIFA. Ik word nog keihard onderuit gehaald uit agressie van die kerel. En 0-0 halftime gebeurde eigenlijk heel weinig. Want kijk maar, 3 schoten, 1 op doel. Beide. En possession, balbezit, is bijna hetzelfde. Dat is vrijwel hetzelfde. Tweede helft, komt Doumbia erin. In de 53ste minuut hebben we hier Emenieke met een hoogballetje naar Doumbia. Nou ja, en Doumbia die staat zijn mannetje altijd en die gaat er gewoon voor. En die schiet hem er gewoon keihard in. 1-0 voor mij. Oh, de visie 1. De visie 1 komt steeds closer. Hij gaat meteen wisselen. Hij doet Hamsik erin. Voor Insigne. Well, whatever, die speler, hoe die ook maar heet. En ja, dan probeert hij daar nog wat te forceren. Dat probeert hij ook heel goed. Dat doet hij ook goed. Alleen op het laatst, omdat hij te veel push, krijgen wij meer kansen. Hier was Moussa. Keeper, die redt hem best wel magisch. Dat was best wel een knappe redding van de keeper. En wij krijgen eigenlijk alleen nog maar meer kansen. Dus het gaat juist de verkeerde kant op voor die tegenstander. Hier is Doumbia dan. Doumbia komt ervoor. Alleen ik schiet in één keer met Doumbia. Want hij kwam zo lekker met de stuit. Ik wou hem gewoon keihard inknallen in de verre hoek. Maar dat mislukte. Hier nog een mooi balletje. Oh, Higuain, wat een kans. Alleen die gaat ernaast. Dus hij heeft ook een beetje het ongeluk. Maar ja, wij missen ook gewoon heel veel kansen. En een goal is een goal. En een geen goal is geen goal. Doumbia nog met een kopbal. Ik weet niet hoe die hem kopte. Want je zag hem echt 360 graden draaien daar. En dan hebben we hier nog een voorzet naar Doumbia. Doumbia kopt hem weer en kopt hem weer. Het is echt awesome. Dat was dan het einde van de wedstrijd al meteen. Want er komen weinig kansen. Wij winnen. 1750 likes en snel weer een nieuwe video. Zoals beloofd. Ook voor de volgende keer weer. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering. Zoals je ziet had ik net even wat meer schoten. Net even wat meer on target. 1750 likes. As promised. Druk op dat duimpje omhoog. Tot de volgende keer. Later. Maar daar ging ik er bijna in. Bijna tussen de keepers en benen. Hoe snel dat gebeurt. Hier is dan Gareth Bale en daar is dan Sturridge. En dan, ja, dan verwacht ik al dat het gewoon heel...